Het is een figuur die behandeld is op school. Zij het door mijn leraar Nederlands heel minimaal, maar dat is een streng gelovige man. Dus Piet Paaltjes was voor hem, ja. Maar goed, het feit dat hij humorist was, hè, zij het wel heel ingetogen. Dat heeft hem natuurlijk ook met hem verbonden. En je zou kunnen zeggen dat hij eigenlijk ook een soort cabaretliedjes maakte. En dan krijg je weer tussenspel. Nou ja, dan is hij nog dominee. Dus dat betekent als voor een dominee zo'n interessante figuur. Hebsburg in gezicht, Tanja. Ja. Ja. Ik heb niks aan zijn werk veranderd. Ik heb alleen wel twee, zijn liedjes zijn vrij kort. Ik heb er twee bij elkaar genomen. En waarvan ik dan de een tot een soort refrein heb gebombardeerd. En die andere twee tot coupletten. En ik heb er een beetje Ierse pubsfeer heb ik er ingelegd. En de bas 5. Ja. Denk ik dat jullie dat samen, gewoon dat wij het neerleggen. Een soort van vrije ping ding ding ding. Het is vooral bijzonder, vind ik eigenlijk, want dat vond ik ook geweldig toen ik ervoor gevraagd werd, dat hij nog leeft en dat er nog mensen in geïnteresseerd zijn. Dat is voor iemand die nou ja, zijn dood nadert toch ook wel een opwekkend gegeven. Dus dat je 150 jaar later nog eens door een paar mensen uit de kast gehaald wordt. Die zeggen, kijk, hij heeft toch een paar leuke dingen gedaan.